Ik las volgens mij uh, gisteren of eergisteren lastige tweet van jou... dat je helemaal gek bent van die parju. Jij, jij, jij vindt hem echt passen bij ADO. Nou ja, ik vind, kijk, ik vond het een ongelooflijke verrassing dat uh, Alan Pardew... Want uh, een heleboel mensen denken dat het uit mijn hoed komt, komt hij absoluut niet. Hij komt echt uit de hoed van, uh, van Hamdi. En het is gewoon een geweldige uh, trainer. 18 jaar gelopen trainer in de Premier League geweest. Je hebt niet zomaar even iemand binnengehaald. Het is gewoon een geweldige man. En ik denk ook dat die man gewoon echt beadem hoort. En waarom? Dat die man net gek is. Weet je, die man die kan heel fanatiek zijn. Die man die kan. Uh, ja, je hoort het wat, uh, wat Aron Meijers gezegd heeft. Uh, ja, 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 ja. Hij geeft ze nog net geen schop onder de flikker. Maar ook langs de kant is dat een hele. Ja, een hele Man, vol met passie, maar ook die Chris Powell, Ja, ja dat hoort bij Aardolie. Vrolijke gozer, die Chris. Ja, dat is een wereldman, maar ja. denk onderschat die kerel niet. Hij heeft vijf Interlands gespeeld voor Engeland en dat is natuurlijk een, uh, een speursmannetje. Ja. Maar hij is natuurlijk ook de huidige assistent trainer van het nationale team van Engeland. Dat is niet zomaar, een, uh, zomaar iemand die ze hebben binnengehaald. En wat vind je van de spelers die zijn binnengekomen? Het moet allemaal blijken, natuurlijk. Kijk, op dat moment moet je dat gaan vertrouwen. Moet je de trainer toevertrouwen dat hij niet wil degraderen. Dus hij gaat geen uh, koekenbakkers binnenhalen, denk ik. Uh, ik vind het niet terecht uh, de kritiek die er nu zo uh, fanatiek is kijk, ik vind uh, iedereen liep te zaken dat er nieuwe spelers moesten komen, nou komen er nieuwe spelers en dan geven ze geen, uh, geven ze geen vertrouwen na één wedstrijd, die gasten die hebben één wedstrijd gespeeld winnen met 2-0 van RKC en iedereen loopt aan te horen dat het voetbal niet goed is maar die stubs, die is gehaald om ballen weg te koppen, om tackles te maken en zo snel mogelijk de bal naar voren te schoppen. Nou, hij heeft geen kopduel verloren en geen tackle verloren en alle ballen schoppen die weg. Ja, ik wilde het ook vragen aan je, want jij wordt volgens mij nogal moe van de negativiteit op de social media, nu van de ADO supporters. Ja, ja, daar word ik moe van. Dat is typisch Haags. Ik heb zelf ook altijd lopen, lopen gallen. Ja, er is een beetje bij natuurlijk. Hè. als je 4-0 verliest in Utrecht. Joop, ben ik 100% mee eens. Maar er zit wel een maar bij. Weet je. je moet op een gegeven moment wel allemaal ook achter die club gaan staan. Je kan allemaal wel gelopen lopen kanker de hele dag door. Maar dan word je geen speler. Beter maak je ervan. En ik vind dat, uh, je hebt het van de week bij Groningen gezien. Een statement hebben ze daarvoor gemaakt. Nou, dat iedere keer een speler uitgefloten werd. Ik vind dat gewoon echt heel erg walgelijk. Uh, en dat vind ik ook van uh, bijvoorbeeld uh, van uh, Derks en van de grap van de week. Om die stubs belachelijk te maken. Weet je. Ik vind dat gewoon, uh, dat heb, dat, daar zijn ze daar heel goed in. Maar ik vind het kleineren van mensen vind ik, uh, ja, vind ik het ook, maar vind ik niet oké. Okay. En ik vind dat de supporters gewoon uh, positief zijn. Er zijn gewoon altijd negatieve mensen. En ik, je mag best negatief zijn, je hoeft best niet hoe stemming te hebben. Want het gaat nou eenmaal niet goed. Maar je moet met ze allen ben je net een nieuwe weg ingeslagen. Allemaal nieuwe mensen. Vertrouw daarop dat het goed komt en laten we dan gewoon dit jaar lekker in de Eredivisie blijven. Ja, maar, dat, maar dat is een zekerheidje toch. Dat, dat moet toch wel gaan gebeuren. Kom op. Nee, geen zekerheidje, Chill. Ja, het is een 100% zekerheid. Iedereen die wil me maar weddenschappen, want iedereen zegt dat we degraderen. Ja, en ik, ja, heb, ik, ik heb geloof ik 26 flessen whisky uit, overal en nergens. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het gaan redden. Omdat er gewoon ploegen zijn die veel, veel en veel slechter zijn als, als ADO. En uh, ik ben ervan overtuigd dat die spelers, uh, Dat die spelers gewoon, uh, als je die Thompson bijvoorbeeld ziet, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon een beest als je die Roemeense International ziet. Neemt ja, die maar. Baluta, dat is een wijze lekkere speler toch? Mooie trap in huis. Die gozer is international van Roemenië en dan zeggen ze jongens die gozer kende niks van. Nou ik kende niks van. Hij stond er op dat middenveld onwennig. Was net twee dagen was hij bij de club ze ze van spreken en die jongen ja die stond er gewoon in mijn ogen op een plek waar hij niet hoort te spelen. Maar nogmaals de trainer bepaalt dat en de trainer die zal het beter weten is dus ik. Ik bedoel ik heb het niet hard gevonden. Hey, maar John, maar jij steunt de club nu echt keihard. Dat was een tijdje geleden wel anders. Want je, hebt wel, uh, want je bent nou pro China. Je bent pro China. Ik ben ja, zeker. Kijk, dat, dat kan ik ook heel makkelijk uitleggen. Kijk, ik was tegen China, omdat ik vond dat het gewoon helemaal niet, uh, niet goed ging. Als ik dan hoor die geruchten: er uh, wordt niet betaald, dit, wordt, dit gebeurt niet aan. Dan ben ik uh, ook supporter genoeg om te zeggen: dat is zwaar kloten. Alleen je moet ook helemaal niet, niet vergeten dat hun de eigenaar van jouw club zijn. Dat. Uh, er al drie jaar lang geen gezeik is met geld, dat alles netjes, uh, nu 2,5 jaar lang, dat dat al netjes gebeurt, dat er rust is in de club, dan vind ik ook dat je iemand moet steunen. Het is niet zo dat iemand die ooit een vaat maakt, dat dat voor altijd een, een eikel is. Ik vind dat China de hulp nodig heeft. Ik heb nu een paar keer gesproken met, uh, met Felix bijvoorbeeld. Wereldgozer. Dat is een fijne vent? Eerlijke gozer. Uh, uh, Wang zit er nou in. Dat zijn gewoon hele aardige mensen. En die hebben gewoon steun nodig, want voor hun is het ook anders. En moeilijk, weet je. En ja, als iedereen maar tegen die gasten ingaat. Kijk, in het begin was ik tegen. Omdat ik vond dat ze het niet goed deden en omdat ik er niet zo heel erg gelukkig van werd. Maar ik ben totaal omgedraaid omdat ik gewoon zie dat het goed gaat. En dat het. Uh, je ziet nou ze kopen even zes nieuwe spelers, er wordt even een nieuw trainertje wordt dan neergezet. En ik ben daar super blij mee. Het gevoel is goed in één keer. Ja, het gevoel is goed. Daarom vond ik het ook zo jammer. Weet je dat? dat kijk, ik was een, en ben nog steeds een Alphons Groen. Ik vind ik een wereldgoos, Want die zat ook in het 87, 85, 11-tal. Uh, dus ik heb helemaal Alvons. Ik, ik steunde Alvons altijd. Alleen op een gegeven moment. weet je in de voetballerij. Dat is ook bij mij geweest. Ik ben ook bij Swansea Hebben we 15 jaar de club gedraaid. En daar komt taart van komen. En daar komt taart van gaan. En dat is met trainers die weten dat. Ik vind het alleen niet helemaal oké okay dat, dat er nu gezegd wordt uh, bij jullie vorige week natuurlijk. Dat, uh, dat die dan gaat vertellen van ja, weet je, nu kun er wel een geld, maar hij vergeet dat hij zelf samen met Jeffrey ook zes spelers heeft gehaald, die die alles zes nieuw opstelt, en dat waren ook spelers die niet niet uh, kosten. en hij stelde, uh, hij hebt dan maar eentje opgesteld. dat was die Summerfew, en die andere spelers die die haalden, die haalden die een pleur die op de bank ja, uh, weet je, dan moet je nou ook niet gaan lopen zaken, vind ik. Tom Haaien doe je dan op, die je weinig speelt. Ja, Bielika Haaien, die 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 die, die, uh, die clown op links, weet je, die ze haalden, die die uit Engeland, die Pol, die Chibiki, Chibiki, ja, ben die ben ik al vergeten, Jon ja dat, dat was ook geen Venterbert op het film, man. Dat was dat was die had die had, dat was ook had een vrouwengezicht, gezicht ik vond het ook helemaal... Uh, uw... Het was dat was stoer normaal zo'n polen stoere gasten maar dit was niks nee nou kijk nou pak nou gewoon naar die Roemeen kijk nou naar die Roemeen kijk naar die uh, van Buren die gehaald zijn dat zijn Haagse gasten kijk naar die laatste man als je die een steegje tegenkomt loop je op zijkant die stubs. Die is nog gevaarlijker dan Tom Beugelsdijk, volgens mij, als je die tegenkomt, ja. Nou, het lijkt me een mooi duo, die twee achterin. Ik denk dat, weet je, de goede avataren vroeger, Simon van Vliet en Aad Mansveld, daar vloog iedereen door de hek heen als je, als je er probeerde langs te komen. En als je die twee hebt staan, dat zal natuurlijk, dat zal natuurlijk super zijn.